vandaag rijden we in de nieuwe Escort, oftewel de nieuwe Focus. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom Ford ooit afscheid heeft genomen van die naam. Want ja, Ford Escort is toch een soort kwaliteitskeurmerk, toch? Deze auto is al heel lang geleden een keer op een show getoond. En, ja, en Ford heeft in alle wijsheid besloten om die auto heel vroeg te tonen en dan pas veel later ermee op de markt te komen. Het verhaal daarachter was als volgt. Dit is een wereldauto. Hij wordt zeg maar over heel de wereld geproduceerd. 80% van de onderdelen zijn over heel de wereld gelijk. Nou, fantastisch. En dat was de reden dat ze hem eerst lieten zien. En dat je vervolgens heel lang moest wachten voordat hij een keer rijdend ergens te bewonderen was. Bij ons dus. Nou is er nog wel iets bijzonders te melden over de Focus, want Ford is erin geslaagd om die Focus heel zuinig te krijgen. Een enorme bak aan 20% bijtellingsmodellen, hè, voor de lease-rijders onder jullie. Nou heb ik mijn mening over 20% bijtellers wel geventileerd. Hè. Eigenlijk voor losers, maar goed, hè. Het merendeel van Nederland is nu eenmaal zo, dus marketingtechnisch heel slim van Ford. Een paar 1.6 diesels, kennen we bijvoorbeeld van Volvo. Hè. Vroeger hadden Ford en Volvo een beetje verkering. Vandaar dat er ook allerlei veiligheidstechnologie in deze auto zit. Die ze nog even hebben weggegrift daar uit Zweden. Maar er zijn ook een aantal 1.6 turbomotoren. Die we ook al bij Volvo hebben geproefd. En ja, die zijn wel lekker. En er is een variant met 150 pk geloof ik. Maar dat is nog niet alles. Wij rijden nu in een 1.6 turbo met 182 pk en dit ding heeft dus ook 20% bijtelling. Daarmee is de Focus de sterkste 20% bijteller in het C-segment. Nou, dat klinkt heel erg leuk, maar ja, is het ook nog wel een beetje leuk rijden? Nou, dan heb ik meteen goed nieuws voor je. Ford is er weer in geslaagd om gewoon een heel fijn sturende auto te maken. Dit is gewoon een vrij basic standaard versie, Trend Sport, weet ik veel wat. Maar ja, niet dik verlaagd met 28 inch wielen eronder. En hij stuurt gewoon lekker, bakken met grip. Tikje te weinig feedback in het stuur, maar dat komt door de elektrische stuurbekrachtiging. En ja, toch wel een beetje ook beweging in de koets. Er zitten af en toe van die venijnige hobbeltjes en lastwisselingen in. En dan voel je hem eventjes bewegen. Maar er zit ook een heel goed ESP-systeem in. En ik zie eigenlijk alleen maar het lampje af en toe flikkeren en denk ik, ja, dat was dus blijkbaar een ingreep. Ford claimt ook dat ze torque vectoring aan boord hebben. Nou, dat kennen we van een aantal vierwielaandrijvers waarbij je zeg maar de kracht, als je een bocht omgaat, links en rechts verschillend zou kunnen zijn. Ik zou bij God niet weten hoe ze dat precies implementeren op een simpele voorwielaandrijver zonder allerlei speciale differentiëlen. Maar goed, het stuurt gewoon lekker. Nou, dan even over dat blok. 182 pk, komt dat een beetje eruit? Nou, dacht het wel. Ze geven een sprinttijd op van 7,9 seconden naar de 100 en 220 km per uur topsnelheid. Ah, ik geloof dat wel. Dit is gewoon een heerlijke auto. Als ik denk ik, een Golf GTI gaat er nog moeite mee hebben op dit soort wegen om erbij te blijven. Het nodigt gewoon uit om lekker te knallen. En dat zien we wel eens anders bij die Muesli 20% bijtellers. Aan de buitenkant is er geen grote stap genomen. Ik bedoel, ik vind de voorkant heel mooi, de achterkant weer wat minder. Maar het is heel herkenbaar Ford, heel herkenbaar Focus. Dus dat is op zich goed. Maar het innerlijk, dat heeft wel een forse upgrade gekregen. Je hebt sowieso veel meer van die goodies waar ik het al over had. En het interieur, de materialen zijn gewoon allemaal veel beter. Ik heb hier tussen mijn teller een schermpje en dan een knopje op het stuur. En dan schuift dat heel erg mooi weg. Ja, ik weet niet, dat is echt gewoon heel erg goed gedaan. Er zijn echt wel een aantal dingen die super gaaf zijn. En ik ben eigenlijk even aan het zoeken naar ja, waar ik lekker over kan zeiken. Maar ik heb daar niet zo heel veel punten van gevonden. Eigenlijk lijkt die middenconsole een soort control center van Star Wars. Dus als je daar fan van bent en je houdt van veel knopjes en het gevoel van controle over allerlei systemen. Ik zou zeggen, koop een Focus. De vanafprijs. Kleine 20 mil voor een 105 pk sterke 1.6 benzine. Deze 182 pk sterke versie, iets meer dan 26 mil. Nou, het is redelijk in lijn met concurrenten als een Golf en een Giulietta bijvoorbeeld. Ik ga nog even verder zoeken naar een minpuntje, maar ik kom er nu gewoon even niet op. Dit is gewoon een lekkere auto.